In deze merkwaardige, schrijnende tijd zijn we eigenlijk allemaal een soort fauteuilreizigers geworden. We kunnen alleen nog vanuit onze stoel in onze verbeelding reizen maken. En mocht je, net als ik, een nostalgisch verlangen koesteren naar het Italië voor corona, dan kan mijn boek misschien uitkomst bieden. In dit boek maak ik een wandeling in de voetsporen van de door mij bewonderde schrijver Frida Vogels. Ik maak die wandeling samen met mijn geliefde Jamal. Hij was een zeer ervaren wandelaar, ik niet. Er gaat van alles mis. Ik beschrijf onze onenigheden, de strubbelingen. Maar ik beschrijf ook het schitterende Umbrische landschap, de snikhete dagen, het mijmeren tijdens het wandelen, hè, over vrijheid en over, ja, over liefde. Maar ook de opluchting als we eindelijk zijn aangekomen waar we wilden zijn. En het opgetild worden door die opluchting en de wijn of de glazen Aperol. Ik lees een stukje voor. Ik laat 3 ijskoude slokken Aperol door mijn keel vloeien en voel hoe er ruimte ontstaat tussen mijn gedachten. Hoe ze zachtjes beginnen te dansen. Ik zak wat dieper in het metalen stoeltje en knijp mijn ogen half dicht. Mijn wimpers filteren het zonlicht dat als een waanzinnige het plein verzwelgt.